Ja, we zijn vandaag in Etten-Leur bij het ZLTO Festival, waar verschillende soorten workshops zullen plaatsvinden. Hans Huibert gaat nu het festival openen, dus ik ga snel naar binnen. Nou, ik heb geprobeerd te redeneren vanuit boeren hebben een oplossing. En daar hebben we een paar grote thema's proberen te adresseren. Eén is alles wat met klimaat te maken heeft. Bij klimaat zou je energietransitie, CO2, bodem, waterbeheer, dat hoort allemaal bij klimaat. Dan hebben we het thema gepakt voedsel, voedsel en gezondheid. En daar kun je heel veel dingen bij hangen waar land- en tuinbouw kan leveren. Wij kunnen leveren. En de andere is plattelandstransitie. Dus ik heb drie grote thema's gepakt. Klimaat, voedsel, plattelandstransitie. Ja, iedereen heeft net lekker gebruik kunnen maken van een lunch. Ik heb mijn energie ook weer binnen, dus tijd voor de workshops. Mijn naam is Koert Verkerk, ik ben lobbyist van LTO Nederland in Brussel. En ik heb wat verteld over Europa. Dus de werking van de Europese Unie, hoe wetgeving tot stand komt. Welke rol wij daar spelen als LTO Nederland. Want we zijn met ruim 50 man actief op allerlei verschillende plekken. Wat doen we daar nu de hele dag? Dat heb ik een beetje proberen te vertellen. Vervolgens ben ik ook wat ingegaan op het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Heb ik verteld over welke problematiek we nu tegenaan lopen. Maar ook een doorkijkje gegeven naar de toekomst. Dus het GLB na 2020. Hoe we daaraan werken als LTO en hoe we dat proces een beetje proberen te sturen. Ik ben bij Koert Verkerk geweest, GLB. En vond u het leuk? Ja, het is weer eens een keer verfrissend om te weten hoe lang dat in Brussel duurt, een wet. En wat wij eraan kunnen doen als ondernemers om die wet te beïnvloeden. Ja, de keukentafel was druk bezet vanmiddag en er schoven steeds meer mensen aan. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En ja, het gesprek kwam eigenlijk van het een op het ander over de workshops die gevolgd waren. Ja, het was weer gewoon een geweldige dag. Weer lekker onder elkaar en verhalen met elkaar delen. Ook je uitdagingen, je problemen met elkaar delen in een hele goede sfeer. En een hoop nieuwe ideeën opdoen in de workshops. Daar heb ik hele goede verhalen over gehoord. Ik heb vandaag echt een superleuke en informatieve dag gehad. Iedereen is nog lekker aan het borrelen, dus ik ga even terug en tot de volgende keer.